Manteau is een groep enthousiaste mensen die elk jaar weer een mooie voorstelling neer willen zetten, een theatervoorstelling. Dit jaar spelen we weer in de Nieuwe Doelen, 6 en 7 juni, met de musical Eén voor Allen, Alle voor Één. Met een hele nieuwe groep mensen, maar natuurlijk vergeten we niet onze oude kaasleden. En we hebben er heel veel zin in. De groep is enorm enthousiast, heel gemotiveerd. Zaken als ken je tekst volgende week resulteert eigenlijk bijna altijd in dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Sterker nog, mensen zijn vooruit aan het werken, dus dat is heel fijn voor mij als regisseur. Ik speel in deze voorstelling Constance. En ik ben eigenlijk een dienstmeid, gewoon van de koningin. Maar ik word op slag verliefd op de stoere D'Artagnan, die heel graag musketier wil worden. Ja, en vanaf dan gaat het vooral eigenlijk over de liefde voor hem en hoe dat zich ontwikkelt. We hebben momenteel een prachtige cast, zingen op een zeer goed niveau en het zal het publiek zeker verrassen. Parijs, 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 altijd weer alles wat je wilt. Ik ben D'Artagnan. En ik speel de wannabe musketeer die wiens vader overlijdt en die naar Parijs wil reizen om musketier te worden. En om op die manier zijn vader te eren, die vroeger ook een groot musketier was. En daar ga ik heen met mijn vriendje Camille. En daar beleven we de grootste avonturen. En daar ontmoet ik Constance. Het is een prachtige beschrijving dat hij helemaal alleen met mijn naam is tot aan jou. En dan kom ik in de schoenje. Wie ben jij? Hoezo? Hé, hey, buiten van de grachten af. Kom je hier niet achteraan of zo? Ja, wat ze kunt, maar ik heb een spierverlegd hier. Hé, hey, waar ga je naartoe? De musical Eén voor Allen, Alle voor Één is een spectaculaire musical. Met mooi decor, met mooi kostuum. Maar vooral ook een hoog niveau van zingen en prachtige solisten. Manen, manen. Manen, manen. Mannen zijn verachtelijke, oliedomme wezens zonder één greintje fatsoen. Het zangniveau is dit jaar nog hoger dan vorig jaar. Enerzijds komt dat door de productie die we gekozen hebben, Eén voor Allen, Alle voor Één. De muziek leent zich er ook voor, maar we hebben ook de mensen gevonden die het kunnen zingen. Eén voor allen en alle voor één, een nieuwe dag loort aan de horizon. Hele kleine nummers, hele koorstukken, ja. 5-6-stemmig. Het heeft, het is inderdaad een heel diverse musical en voor elk publiek leuk eigenlijk. Dus vooral komen kijken. De musical die draait in de Nieuwe Doelen in Gorinchem op 6 en 7 juni. En voor zover ik mij heb laten informeren, zijn er zeker nog een paar kaarten beschikbaar. Dus ik zou zeggen, bestel ze.